deze uitzending ga ik op bezoek bij Rens Krikhaar, die mij meeneemt in zijn toekomstige wereld. Ik woonde eerst aan de rand van Den Haag in Voorburg. En daar had ik ook een atelier in de straat. Maar die woning die werd wat te klein. Toen zijn we gaan zoeken naar een nieuwe woning. Maar daar was natuurlijk een eis bij dat er ook een atelier bij zou komen. Dus al scannend kwamen we dit huis tegen met een oude garage. Die er niet zo heel best uitzag. En dat heeft ons doen besluiten om het huis te kopen en van de garage een atelier te maken. Wat voor werk maak jij? Ik heb een sterke connectie met de Gouden Eeuw, of in ieder geval mijn werk heeft dat. Ik maak tekeningen, schilderijen en etsen. Die niet gaan over de Gouden Eeuw, maar zich wel zouden af kunnen spelen in de Gouden Eeuw. Het vertrekpunt wat ik gebruik is dat ik een wens heb om een eigen wereld te ontdekken die zich afspeelt in het verleden, in de tijd van de Gouden Eeuw. Dit zijn de etsen en de tekeningen die je maakt. Dit is jouw, noem het maar even, het schetsboek? Dit is mijn schetsboek. Dit is jouw schetsboek. Ja. Kan je nog even het ding laten zien wat er nog meer in het schetsboek zit? Ja, nou, ik maak uitgebreide schetsen van dingen die dan weer voor studies dienen. Vaak even met waterverf, met aquarel en met pen. En dat zijn even onderzoekjes die ik wil doen van oké, hoe zou een slang een mens aanpakken? Hoe zou een slang zich zijn lichaam om een mens heen draaien? Ja. Want als je met een ets werkt, dan moet je natuurlijk ook in spiegelbeeld denken. Dus je moet ook even nadenken van hoe dat werkt. En hoe de licht-donker partijen werken. Dat voorwerk, dat levert gewoon wel wat op. Want als je dat doet, dan heb je eigenlijk al onderzocht van hoe je wil dat het eruit komt te zien. Maar het wijkt toch altijd af. Want een ets is heel bewerkelijk. Je weet eigenlijk, je ziet ook niet helemaal precies wat je doet. Je moet erg goed kijken. En dan vertaal ik zo'n tekening dus weer door naar een ets. Dus je ziet dat deze eigenlijk hier staat. Deze ets is twee keer over elkaar heen gedrukt. Dus ik meng dan kleuren en dan druk ik hem twee keer over elkaar heen. Of soms drie keer. Of een bepaald gedeelte. Zodat het een nog voller beeld wordt. En soms ga ik er nog even in verder. Maar hier zie ik wel dat een draak een mens aan het opeten is. Zeker. Ja. Dat gebeurt bij jou in jouw wereld. Ja, dat gebeurt ook, ja. Ja, ja, de mens is toch echt altijd ondergeschikt aan de natuur. En zo ervaar ik de wereld ook eigenlijk. De mens wil eigenlijk altijd proberen om de wereld naar zijn hand te zetten, te conqueren. Eigenlijk nog meer te bemachtigen. Maar uiteindelijk is de natuur natuurlijk de grootste kracht die ons overruled. Als je het bij elkaar optelt, ik hou het wel eens bij, dan kom ik met werk maken, kom ik wel op een uurtje of toch wel 50. Ja. Ik werk ook heel veel 's avonds door. Ja? Ja. En dat is natuurlijk niet de meest ideale tijdstip om te schilderen. Maar dan verdeel ik het dat ik dus 's avonds tot laat nog doorwerk aan tekeningen of etsen. En dan overdag werk ik dan door aan schilderijen. En waarom gebruik je dan die periode van de Gouden Eeuw om dat te realiseren? Want je kan dat ook in de hedendaagse tijd zetten. Klopt, ja. Nou, wat ik... het is eigenlijk gekomen omdat ik dat... reizen zelf vind ik heel erg interessant. Dat heb ik ook heel veel gedaan. Ik ben veel naar Azië geweest. Ik heb een tijd met mijn ouders in Oman gewoond. Dus dat reizen zat er eigenlijk al vroeg in. En ook die interesse naar andere culturen, andere landen. En het ook interessant vinden om teruggeworpen te worden en te zijn op jezelf. De eilandengroep heet Ilapidemi Archipelago. Dat is dus een versteende archipel, een stenen archipel. En daar zijn 7 eilanden met allerlei kleine sub-eilandjes. En wonen er ook mensen? Daar wonen ook mensen, ja. En die in de tekeningen vooral...
zie je ook dat er contact gemaakt wordt met die mensen, dat er onderzoek wordt gedaan naar flora en fauna. Dat ze in contact komen met de natuur daar. Met overweldigende gesteenten. Wil je de naam nog een keer noemen? Hoe heet die? Ilapidemi Archipelago. Dat moet je wel op oefenen. Ja. Gewoon vaak oefenen, vaak zeggen. Ja, gewoon vaak zeggen. Ja. Elementen die in die tekening of etsen zitten, die komen soms wel weer terug in die olieverfschilderijen. Ik heb nu een plan om een zeedraak, toch wel waar ik een ets van had gemaakt en ook een tekening, om die ook weer terug te laten komen in een schilderij. Palingen, enorme palingen komen voor in het werk. Eigenlijk uit de kluiten gewassen zeemonsters die de schepen wel bedreigen. Het zijn dus die natuurelementen die dus eigenlijk de mens bedreigen. En met name op zee. Het is heel fijn om te zoeken naar bepaalde dieren die je dan kan uitvergroten. Of eigenlijk als kunstenaar een andere vorm kan geven. Niet bestaand, irrationeel, eng, glibberig. Maar wel ook duidelijk aanwezig zijn. Ja. Onderdeel uitmaken van... Dominant. Dominant, ja. Ze omlijsten eigenlijk natuurlijk het beeld. Ja. En dat is hier natuurlijk ook met deze... Ja, dat had ik nog niet eerder gedaan. Bij mijn andere werken heb ik dat dus eigenlijk helemaal niet. En ik kreeg nu eigenlijk het idee ook omdat ik met die etsen bezig was. En omdat bepaalde dieren ook in tekeningen voorkomen, zoals die paling. Die maak ik dan extra groot. Maar die had ik in een tekening verwerkt, in een houtskooltekening. Dacht ik, ik kan eigenlijk dat beest ook wel als een soort banier gaan vouwen. Ja. En als een soort slinger om het schilderij heen laten dansen. Eigenlijk om het schip heen laten dansen. Dit is een fragment. Ja, dit is een... Van golven en... Dit is eigenlijk de onderschildering voor een tondo waar ik nu mee bezig ben. Oh, hier ben je nog mee bezig? Hier ben ik nog mee bezig, ja. Oh, ja. En dat is in grijs en aardetinten opgebouwd. Hoort die bij dat schilderij? Ja, klopt. Ja. Oh, dat schilderij hoort daarbij? Ja. Oh ja, nou ik zie het. En zo laat ik ze gelijk optrekken. Maar hier komt nog... Komt hier ook een schip op? Dat deed je nog niet. Nee, ik laat dat hier weg. Ja. Ik vind het ook fijn om daarin te kunnen schuiven van het ene keer laat ik het wel heel erg prominent aanwezig zijn, de andere keer weer niet. Wat ik meestal doe, is ik werk in koppels. Dus ik maak twee schilderijen die ik tegelijkertijd opbouw. Ik bouw ze dus gelaagd op, dus ik zet er eigenlijk altijd twee naast elkaar. En zo kan ik gelijk optrekken. Dan hou ik ook... Zijn ze wel verschillend, maar of ook in dezelfde... Ja, ze zijn wel verschillend. Maar in de opbouw doe ik eigenlijk hetzelfde onderzoek. Dus dan kijk ik welke kleur ik daar aan toevoeg. Ik ben reuze benieuwd wat je in je toekomstige wereld nog zou willen overdragen en willen bereiken. Ik wil dat mensen uitgenodigd worden, of de toeschouwers uitgenodigd worden om in dat werk te verdwalen. Om eigenlijk toegang te krijgen tot die wereld. Ja, beleving, ik weet niet of dat helemaal het goede woord is, maar... De beelden, dus de tekeningen, de etsen, de schilderijen samengaan met, dat zou kunnen zijn geluid, maar ook geur, licht. Ik zou het wat breder willen trekken eigenlijk. En ondertussen natuurlijk doorwerken aan die reis die ik aan het afleggen ben binnen die eilandengroep. En wanneer is die klaar, denk je? Nou, ik stel me daar geen datum voor. Ik werk gewoon door. En die tentoonstelling die kan komen. En dat is gewoon een momentopname. Want een reis is eigenlijk ook nooit af. Dus je bent nog wel even bezig? Ik ben nog wel even bezig. En ik weet niet eens of het wel ooit afkomt. Ja, dat mag zo zijn. Ja. Meer reportages zie je online op onze website. rtvlanzingerland.nl